Majesteit, excellentie, hartelijk welkom hier en u ook, genodigden en iedereen achter de hekken. Wij vinden het geweldig dat u zo enthousiast bent om hier te komen vanmiddag. U bent ook hartelijk welkom, evenals de pers die hier in grote getale aanwezig is. Vanmiddag worden de beelden onthuld van koningin Juliana en prins Bernhard. In de tuin die hen zo lief was, de tuin die ook, majesteit, uw ouderlijk huis was met het paleis. Van 1948 tot 1980 was dit paleis de residentie van Nederland. Het is uit respect en genegenheid voor het Oranjehuis dat ik in 2006 het plan opvatte om levensgrote, goed gelijkende beelden van koningin Juliana en prins Bernhard te laten maken hier in de voortuin. Ja, dat is ons gelukt in het 100ste geboortejaar van koningin Juliana. Wij zijn er erg blij om. Ik ben er des te meer blij om dat onze stichting erin geslaagd is om dat nu te realiseren en werkelijkheid te maken waar wij zo lang over gedacht, gepraat en aan gewerkt hebben. En dan in 2008 konden wij een keuze maken uit de Nederlandse, maar ook buitenlandse beeldhouwers die zich eigenlijk aangemeld hadden om de beelden te gaan maken. Uiteindelijk viel onze keus op de nationaal en internationaal bekende beeldhouwer Kees Verkade. Wij zijn er erg gelukkig mee en we hebben ook in de afgelopen tijd regelmatig contact gehad. Hij heeft de beelden iets groter gemaakt dan levensgroot, omdat ze anders te iel zouden zijn hier in deze grote tuin. De plannen die wij dan gemaakt hebben in de afgelopen jaren culmineren thans in de onthulling van de beelden. Zij geven het paleis een cultuurhistorische meerwaarde, maar ook het stenen gebouw een enigszins menselijk gezicht. En zoals het verleden de basis is voor het heden, is het heden weer de basis voor de toekomst. Het betekent, dat hoop ik althans, dat de beelden tot in lengte van jaren hier kunnen getuigen van wie hier in de vorige eeuw leefden en ook werkten. Majesteit, het is mij een voorrecht u te mogen uitnodigen om de beelden van uw ouders in deze tuin, uw ouderlijk huis, te onthullen. Thank you.
beelden van het voormalig koninklijk echtpaar. Dat moet iets bijzonders voor u zijn. Nou, dat was een hele... Nou, laat ik eerst zeggen, het is natuurlijk een verschrikkelijke eervolle opdracht. Het is geen vrij werk, dus je krijgt een opdracht om deze twee mensen zo goed mogelijk bij elkaar te brengen. En voor die dat gaan zien, dat het hun ook zijn. Dus dat was... Ik heb ze dus een aantal keren ontmoet, maar ik heb ze niet gekend. Dus het was. Ik heb dus met ontzettend veel foto's gewerkt. Met honderden foto's. Heb ik gewerkt. En daarbij kwam ook nog dat ik. Toen ik van de heer Veldhuis te horen kreeg dat ik de opdracht kreeg om het te maken. Waren we voor de tentoonstelling in Utrecht. Op een beurs. En mijn vrouw die wilde even naar de kapper. Dat heeft niks met het beeld te maken, maar het is een voorspelletje. Die vroeg aan de receptioniste, is er een kapper in de buurt? Het straatje hierachter. We waren in Karel 5 zaten we in Utrecht. Dus toen zijn we naartoe gegaan. Een half uurtje later ben ik daar naartoe gegaan om te kijken hoe het met haar was. Toen zei ze, er is net een meneer weggegaan. Die is chauffeur geweest van Bernard. En ik zo, jezus. Dus ik ben achter die meneer aangegaan. Ik zei, mijn naam is Kees Verkade en ik ben gevraagd om. En ik hoor dat u, ik meen dat 30, 35 jaar, meneer Cor Schot, 35 jaar van de chauffeur van de Prins bent geweest. Dus ja, dat is inderdaad waar. Ik zei, nou, zou u dan mij, als het zover is, willen komen helpen? Want ik verwacht dus niet dat koningin Beatrix... zelfs in het vliegtuig stapt en even kom kijken of het... Wat ik dus normaal gesproken wel doe. En een portret van Jos Brink heb ik dus met Frans Sanders beëindigd. Carmichelt met Tom van Duinhoven. Met mensen die close bij die figuur zijn die ik aan het maken ben. En dat is nu niet gebeurd? Nee, dat is niet. Dat zeg ik. Ik kan dus niet van de koningin verwachten dat ze eventjes... Maar dat zou ze ook nooit gedaan hebben, geloof ik. Maar ik heb het dus op deze manier opgelost en hij is dus geweest toen ik de tijd rijp achtte om hem te laten komen. En ik moet u zeggen, aan het eind van de sessie, 2-3 dagen hebben we samen aan die koppen gewerkt. Ik noem het hete koppen in mijn vak, van Bernard en van Juliana. En ik moet zeggen, hij had tranen in de ogen aan het eind. Dus nou... Daar heb ik weinig tekst voor nodig gehad, omdat ik denk, nou, dan ben ik toch wel goed bezig geweest. De beelden staan nu. Ja. En ze staan op een bepaalde plek. Hoe is dat tot stand gekomen, die plek? Ja, in samenspraak met, en daar waren we het in het begin nog niet zo over eens. Er werd zelfs heel in het begin geroepen, als ik daar niet mag staan, komt het beeld er ook niet. Dus dat was even paniek en... De hele tafel schrok van, jezus, wat gaat er nou gebeuren? Nou, niet dat ik dat zei, maar iemand van de commissie zei dat. Maar toen zijn we er toch weer om de tafel gaan zitten en ter plekke gaan kijken en in de ronde gaan lopen. En ik vind de plek waarop hij momenteel staat... Nou, moet ik eerlijk zeggen, de originele plek was mooi. Maar ik vind deze plek misschien nog mooier, omdat het beschut... Hè? Bij die bomen, het is wat warmer geworden. Ze staan niet zo in de ruimte. Ze zijn wat beschut staan ze er bij elkaar. En dat vind ik, ben dat toch heel vereerd met deze plek. Ja. Even terug naar het maakproces. Ja. Ik bedoel, zo'n beeld ontstaat niet. Die beelden ontstaan niet vanzelf. Hè? Ja. Wat is dat voor techniek of materiaal? Dan ga je dus. Je gaat met zo'n opdracht, dan ga je mee naar bed en je staat ermee op. En je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Ik bedoel, je bent er zo, noem maar eventjes, alle Jezus mee bezig. Want er is niks anders meer om je heen. En je denkt alleen maar aan die twee mensen. En op een gegeven moment moet je ze ook weer eens even onder de plastic laten zitten een paar dagen. En dat je een paar dagen later weer de plastic eraf haalt. Dan denk je, oh god, ja, dan moet ik daar nog weer even aan werken. En zo gaan er toch wel maanden overheen. En daar zit dan ook 1100 kilo klei in, waarmee ik bezig ben geweest. En op mijn leeftijd, stijger op, stijger af, stijger op, stijger af. Had ik er eigenlijk uit moeten zien als Rambo, maar dat is, als u kijkt, dat is nog steeds niet het geval. Hoe zijn ze hier gekomen, die beelden? Die zijn gehaald bij de gieterij in Italië door een transportbedrijf. En die...
Nou, het hele gietproces is daar gebeurd. En we hebben dus op een gegeven moment, ja, het is een heel proces dat gieten. Er komen ze negatieven maken in mijn atelier en met die negatieven gaan ze weg, die gipsnegatieven. Die gaan ze in Italië, gaan ze die gipsnegatieven vol. Nou, niet vol gieten, maar weer invullen en dan krijg je een gips positief. Maar de koppen zijn dus verloren was gegoten en de handen zijn verloren was gegoten. Die worden allemaal apart worden die gegoten in rond. En uiteindelijk wordt dat allemaal weer in elkaar gelast. Dus die koppen worden weer op die lijven gelast en die handen weer aan die armen gelast. En daar ben ik allemaal zelf bij. Dat hou ik allemaal keurig in de gaten. Kortom, hoe kijkt u op deze klus terug? Met voldoening. De voldoening krijg je van de reacties van de mensen eromheen. Ook tijdens het proces, wat ik zeg met die chauffeur, die meneer Cor Schot. Ik bedoel, zo'n reactie, dat doet mij goed. Dan, nou ja, ik weet niet wie, maar... En misschien de start van meer koningshuizen? Ja, graag. Waarom niet? Oké, okay, ja? Dank u wel. Heel graag gedaan.